Mantelzorgen voor mevrouw B. krijgt de laatste tijd een beetje iets van een extra dimensie, want ik moet steeds vaker haar meenemen naar een afspraak. En dat betekent dat ik een beetje moet gaan timen. En dat is lastig, want mevrouw B. leeft in een tijdloos universum. En ja, helaas, de kapper, de opticien en de tandarts, nou eenmaal niet. Dus dan geef ik ruim van tevoren aan dat het zo langzamerhand tijd wordt om te gaan vertrekken. En oh ja, dan gaat ze alleen nog even naar de wc. Is dat goed? Ja, nee, dat is natuurlijk goed. En dan ineens ben je er kwijt. En dan is ze ergens in een van die kamers van dat enorme huis is ze iets aan het doen. Is ze compleet vergeten dat die afspraak er stond. En ja, ik ga nou eenmaal niet als een boa achter de playdoor staan wachten tot ze klaar is. Dat vind ik helemaal fout. Helemaal fout. Dat gaan we niet doen. Ik krijg wel steeds meer de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken van haar op mijn dak geschoven. En daar moet je niet altijd blij mee zijn, want dat klinkt leuk. Maar weet je, de balans tussen zorgen voor en je bemoeien met is heel delicaat. En voor je het weet schiet je er een klein beetje overheen. 1 op de 10 à 15 keer krijgt ze ineens iets op de strepen staanderigs en dan heeft ze iets van, ja, maar ik beslis en het is mijn huis en je hoeft niet te doen of ik gek ben. Dat zegt ze zo niet, maar dat voelt een klein beetje zo aan. En dat, dan voel ik me alsof ik een fout heb gemaakt, want je wil niet over de grens heen gaan. Maar ja, de grens kan ieder moment van de dag ergens anders liggen. Ja, en dat is heel lastig als je perfectionistisch bent, maar niet perfect.